Wij hebben vanavond Wendy van Duivenbode hier gehad. Zij weet heel veel van archeologie. En ze heeft hier in het Australian National Maritime Museum verteld over eigenlijk de Nederlanders als eerste Europese verkenners van het Australisch vasteland. Was het een ongeluk, een per ongeluk, of was het expres? Ja, daar hoor je heel veel verschillende verhalen over. Zij zegt, heel terecht, dat hij hier echt heel bewust is gaan zoeken naar land. En wat weten we van de Endeavour hier? Dat het een schip is. Ja, ja, dat weet ik ook. Ja. De Endeavour is een fantastisch schip. Maar we maken natuurlijk altijd wel een beetje een grapje over. De Endeavour noemen wij nummer 48. Waarom? Omdat er 47 andere schepen voor de Endeavour waren. Die in deze Australische wateren rondzeilden. En daar waren er heel erg veel van Nederlands. Want Australië heette vroeger natuurlijk Nieuw-Holland. Net zoals je ook Nieuw-Zeeland had. We hebben vanavond een hele bijzondere voorstelling hier bij Maritime Museum, hier op een dak. Daar komt straks een voorstelling op. Wat voor voorstelling is dat? Ja, het is een filmpje. Wat eigenlijk, een filmpje doe ik het mee te kort. Ik heb het zelf gezien, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Het is heel modern, heel grafisch. En daarmee zie je eigenlijk verbeeld de ontdekkingstocht van Dirk Hartog hier in Australisch water, in WA. En dat is heel erg leuk, want we gaan de komende periode hier bij het museum, maar ook tijdens het aanstaande staatsbezoek, gaan ze wat vertonen op het dak van dit museum. Zodat veel mensen kunnen zien dat dit grote, fantastische land aanvankelijk ooit helemaal verkend werd door Nederlanders. En dat is toch wel een leuk verhaal. Je bent hier vandaag over Dirk Hartog? Ja, ik ben vandaag in het Australisch Nationaal Maritiem Museum in Sydney om een lezing te geven over Hartog. En dat is net allemaal afgelopen en we staan nu op de Endeavour en we gaan zo, ik denk dat het donker moet zijn voordat ze het kunnen doen, naar een Dirk Hartog rooftop presentatie kijken. Dat is wel heel bijzonder, hè? Spannend is.